In deze video lees ik twee interessante artikelen vooruit de Surinaamse media. Het eerste artikel komt uit Times of Suriname en gaat over de waarschuwing van de VHP tegen de goede boodschap van de NDP, waarbij de partij duidelijk kritiek uit op de vorige regering. Het tweede artikel is een column van Nita Ramseram, gepubliceerd in Dagblad Star News. Dit stuk werpt een fascinerende blik op de ontwikkelingen in de media en communicatie in Suriname van de stenen tijdperk naar het digitale tijdperk. Met reflecties op de moderne uitdagingen zoals fake news en de impact van social media. Laat je mening weten in de reacties. Het eerste stuk staat in Dagblad, Times of Suriname en heeft als kop VHP waarschuwd voor goede boodschap en DP. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Wijst haar aan als veroorzaker huidige ellende. Wea Enisia, de VHP, toont weinig vertrouwen in de goede boodschap die NDT-voorzitter Jennifer Gering Simons tijdens haar kennismakingsrondes meebrengt naar de verschillende wijken. Asis Kumar Fayadin, fractieleider van de partij in de Nationale Assemblée, waarschuwt de achterban in Wanika tegen de beloftes van de oppositie. Hij zegt juist dat de huidige uitdagingen in het land te wijten zijn aan de nalatenschap van de vorige alle achteruitgangen die wij gekend hebben in onze politieke historie, het zijn juist die mensen die tegenwoordig zeggen hoe geweldig ze het gaan doen, vindt Hayadine. Hij, hij noemde de naam van de NDP niet expliciet, maar het was duidelijk dat hij het over die oppositiepartij had. Hij bekritiseerde de huidige campagne van de NDP, waarbij zij door het land trekt om te wijzen op de tekortkomingen van de regering. Volgens de VHP-fractieleider is deze regering juist bezig met het opruimen van de problemen die de NDP-regering heeft achtergelaten. Gairdien deelde zijn toehoorders mee dat de VHP een duidelijke toewijding heeft aan het realiseren van duurzame ontwikkeling voor de samenleving. Wij zorgen ervoor dat we ontwikkeling brengen. Niet een situatie waarin je leeft met onzekerheden over de wisselkoers of de prijzen in de winkels, of waar ouders zich afvragen of hun kinderen morgen nog naar school kunnen, aldus de VHP-topman. Tijdens zijn toespraak haalde Veerdien ook uit de andere politieke partijen. Bedrijven investeren niet in een land waar er politieke onzekerheid is, waar leiders op het podium springen en geld verdelen, waar leiders gezocht worden en partijen bij voorbaat gratie beloven aan veroordeelde leiders als ze winnen. Dit is niet het soort zekerheid dat buitenlandse investeerders willen. Het tweede stuk staat in Dagblad, Dagblad Star News van 17 september 2024 en heeft als kop column. Uit het stenen tijdperk. Dit stuk wordt toegeschreven aan Nita Ramcharam. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Heel, heel, heel lang geleden was er een land hier ver vandaan... waar het alleen maar mogelijk was om aan informatie te komen door een krant te kopen. Veel mensen konden echter niet lezen en schrijven... waardoor ze alleen de mobile krantie hadden. Na een tijdje kwam de radio, waar één keer per etmaal een nieuwsuitzending was. Meestal werden de kranten voorverlezen... 60 jaar geleden AOV leeftijd was er een ware revolutie in het land. Enkele uren in de avond kon je bewegende beelden zien in Zwart-wit. Dat was een mijlpaal in dat land. Vanaf desbeeld tot het volkslied en het einde van de avond werd gretig bekeken. De communicatie was toen eenzijdig. De mensen werden netjes geïnformeerd via de krant, radio en televisie over de dingen van de dag. Vooral via de televisie was er veel informatie van de zittende regeringen. De enige televisiezender was in handen van wie op dat moment aan de macht was. In die tijd was er nog geen mobieltje en nog minder social media. Suriname was toen nog afgesloten van de wereld. Vooral het volk kon zich niet uiten, want er was nog geen Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok enzovoort enzovoort. Alles was netjes en beheersbaar, want de communicatie was van boven naar beneden. Het volk had weinig in de melk te brokkelen. De situatie van de mensen die in isolatie leefden veranderde echter als bij toverslag. Er zijn nu bij kans honderd televisie- en radiostations. Ineens kwam er een highway waar je in nog geen seconde de hele wereld kon rondgaan. De hele aarde was ineens een groot dorp geworden. Je hoefde niet meer naar Egypte te gaan met een paar vliegtuigen om informatie over de piramides te zoeken en niet naar India voor de Taj Mahal, niet naar Indonesië voor de Borobudur-tempel en zeker niet naar Fasa om live te zien hoe kinderen en vrouwen worden afgeslacht. De hele wereld is in handbereik gekomen. Zelfs op je kostgrondje ver achter de Sula kan je chatten met wie je maar wil. Zoveel mensen hebben een mobiele telefoon en accounts op social media-platformen. De burgers van het land zijn zo actief dat zelfs Facebook ervan schrikt. Iedereen is actief in commentaar geven op alles en zelf nieuws te maken. Anderen zijn de hele tijd met fake nieuws bezig. Er wordt heftig met elkaar gecommuniceerd ook op de vele mediaplatformen uit de mensen hun mening en nemen geen blad voor hun mond. De situatie is zo vrij dat niemand meer controle heeft op een ander. Niemand luistert meer naar de gevestigde orde. Er zijn heel wat fake accounts gemaakt om elkaar aan te vallen. Vooral als de verkiezingen naderen, is beheersen van sociale media heel belangrijk. Er is een ware oorlog uitgebroken. Mediapagina's worden gerapporteerd en onschuldige berichten worden verwijderd. Dit is nog een trailer die naar de climax zal gaan. Als het zo doorgaat, zullen op weg naar de verkiezingen media massaal worden gerapporteerd. Dan zullen burgers nauwelijks massaplatformen hebben om zich te uiten. Onregelmatigheden zullen niet op tijd worden gerapporteerd. Ineens zal het land weer teruggegooid worden in een periode waar vrije communicatie naar media voor je keuze niet meer mogelijk is, want de highway naar de wereld is verstopt met bots en malwarebots: het hacken, spammen, bespioneren, onderbreken en in gevaar brengen van mediasites. Achter al de slechte bot schuilen invloedrijke groepen en politici die de ICT als tool hebben om de vrije meningsuiting en de controlefunctie van de samenleving uit te schakelen. Willen we terug in het stenen tijdperk? Niet Aram Sharam. Dit waren dus twee stukken uit de Surinaamse media, Dagbladen. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen, conform de richtlijnen.